We hebben vanmorgen nog enige tijd stilgelegen, wachtend op de vergunning om te mogen gaan bouwen. Uiteindelijk wonen we in een net land waarbij we dingen gewoon netjes doen volgens de regels. En dat doen wij dus ook. Nu wordt er nog volop gebouwd, maar aan het einde van de week worden de eerste Afghaanse asielzoekers bij de opvanglocatie in Heumensoord verwacht. Wij mikken erop dat we de eerste bewoners op zondagmiddag, begin van de avond, kunnen ontvangen. Ik zeg heel bewust mikken erop, want het tijdpad is ontzettend gespannen. Je ziet hier om je heen alleen maar bouwactiviteiten. We hebben vanmorgen nog enige tijd stilgelegen, wachtend op de vergunning om te mogen gaan bouwen. Uiteindelijk wonen we in een net land waarbij we dingen gewoon netjes doen volgens de regels. En dat doen wij dus ook. Dus wij wachten gewoon tot we toestemming hebben. Maar het is heel simpel. Elk uur wat je aan de voorkant verliest, kom je misschien aan de achterkant tekort. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft met de gemeente Nijmegen afgesproken dat er maximaal 1000 vluchtelingen tot het einde van het jaar welkom zijn. En daarna? In januari zal er voor al onze evacuees een andere plek gevonden zijn. Oké, en dan wordt het hier weer leeggehaald? Dan is dit weer voor de gemeente Nijmegen en voor alle natuurzoekers in de omgeving. Tot 1 januari zitten de asielzoekers er in elk geval warmpjes bij. Dit wordt een constructie waarbij we kleinere tentpaviljoens gaan bouwen. Gekoppeld door overdekte gangen. Die uiteindelijk toegang bieden tot een overdekte douche- en toileteenheid. Waarbij we, dames en heren, gescheiden in ieder geval de basisfunctionaliteit bieden van wonen. Daarnaast komt er een eetzaal en een recreatiezaal. Zodat de mensen ook, laten we zeggen, die functies van wonen op een normale manier kunnen invullen.